Dit is een grapje, hè? Ben je dit serieus? Oh, zo, dit is een lichaam, hè? Niet normaal. Als je het goed raadt, dan wil je 2 tickets naar Dubai. Ik heb volgens mij mijn autosleutels in mijn auto laten liggen. Ja, dat is zo dom. Wat een townie, wat een townie. Yes. Alexander. Ja? We geven je 1 taak dat je de hamburgers mag doen. Houd je mijl. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het is vandaag vrijdag. En gisteren waren we naar het festival geweest, was hartstikke leuk. We hebben het echt naar ons zin gehad. En nu ben ik lekker de vlog van vrijdag aan het editen. Die jullie waarschijnlijk allemaal al hebben gezien natuurlijk. En als je dat nog niet hebt gedaan, ga eventjes terug om te kijken. Want daar ga ik jullie uitleggen wat dit allemaal is. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan ook eventjes. Want ik merk gewoon dat 50% van de mensen die naar mijn video's kijken is niet geabonneerd. Dat is gewoon gek. Dat is gek. Het is gewoon raar. Oh jongens, oh. Kijk, ik heb dorst. En gelukkig is er genoeg drinken. Jongens, mijn video is aan het renderen en het is al best wel laat nu hier. Kijk, het is al bijna, oh, zie je die? Ja, daar in het hoekje. Het is bijna 5 uur, maar ik had een uur aan beeldmateriaal. Dus ik was best wel eventjes een tijdje bezig met editen. Maar goed, we gaan even naar de andere kant en dan ga ik even lekker een broodje eten. Het blijft nog steeds echt heel raar dat ik te zeggen van, ik ga even naar de andere kant. Het is absurd, het is absurd. Hey! Waarom zou je dat doen? Waarom? Nee! Waarom zou je dat doen bij hem? Waarom zou je dat doen? Wat deed je? Is het ballen slaan? Nee. Ik los. Wat? Het kussen daar. Ga ik niet zeggen. Jij gaat het nu zeggen. Nee, ik ga het niet zeggen. Ik ga het gewoon niet zeggen. Ik ga het nu zeggen, want het kussen hier. Nee, ik zeg het gewoon niet. Godsamme. Ophouden. Waar is het kussen hier? Die heb ik uit mijn kamer meegenomen. Of is het jouw kussen? Voor wie is het kussen? Oh. Nee. Dat doen we niet. Jongens, vorige keer in de video liet ik jullie ook al zien van van al die karretjes die gewoon midden over de weg heen gaan. Gelukkig heb ik nu weer mijn nieuwe lens op mijn camera. En kunnen jullie het goed zien? Waar slaat dit op? Zeg maar, wie bedenkt dit? Ja, dit was wel mooi. Hij staat erop. Sterfstem. Ah, kijk, ze nou allemaal gezellig zitten op de bank. En wat zijn we aan het kijken? Paddle. Paddle. Leuk, jongens. Ik heb vandaag, eigenlijk is mijn hele dag, heb ik gespendeerd aan editen. Ik had 1 uur aan beeldmateriaal. Dat is echt heel lang voor mij. Jongens, het is alweer lekker donker en stil hier in huis, want iedereen gaat lekker naar bed. Het is mooi geweest voor vandaag. Het is mooi geweest. Morgen is het zaterdag en ik heb geen idee wat ik ga doen. Maar we gaan er een leuke dag van maken. Dus ik zie jullie morgen. Good morning, guys. Hey. Ik heb hier een lekker stoeltje neergezet. Want het zonnetje schijnt volop in mijn bakkes. En dat vind ik fantastisch. Ik vind het heerlijk. Maar goed, wij gaan even richting de supermarkt. Want dan gaan we even lekker een broodje halen. En we gaan gelijk even het afval wegbrengen van gisteren. En we hebben geen pizza op. Ik niet. Ik wel. Het is echt grappig, ik loop nu al bijna 2 dagen op mijn slippers gewoon, want ik vind het gewoon heel erg lekker. Maar ik zei net tegen Ella, het klinkt zo lekker als vakantie, als ik zo dat geklik van je slippers. En ik heb me net even ingesmeerd omdat ik daar in het zonnetje zat. Jongens, smeer je goed in. Dus het lijkt net of, het ruikt en hoort hier naar vakantie. Het klinkt. Het ruikt en klinkt naar vakantie. Heerlijk. Heerlijk, nou goed, wij gaan eventjes... boodschappen doen? Ja, ik heb ook een afvalpasje. Oh. Kijk, als we nog eens lopen als sloebers. Ja, erg, hè? Kijk mij dan vooral. Ah joh, maakt toch ook helemaal niet uit zo. Lekker. Nee, we lopen echt een beetje als sloebertjes hier door de FOMAR. Maar dat maakt niet uit. Ella die is weer richting huis, maar ik heb vandaag een lekker rustig dagje. Ik ben de hele dag een beetje bezig geweest met mijn reiskostenvergoeding voor de Belastingdienst. Best wel een taakje. Dan moet ik zeg maar van januari tot en met december moet ik zeg maar al mijn ritten die ik zakelijk heb gemaakt, zeg maar, moet ik gewoon noteren en in een documentje doen. Dus dat heeft eventjes wat tijd nodig. Maar goed, dat maakt niet uit. Lekker rustig aan vandaag. Maar vanavond is, vandaag is Saïd jaren. Die is 32 geworden. En die geeft vanavond een feestje. Dus ik ga daar gezellig langs. Waarschijnlijk zijn er heel veel andere leuke mensen. Dus ik ben benieuwd. Hey jongens, dat ziet er een beetje zo uit. Dan moet ik echt alles bijhouden. Gewoon van het hele jaar. Verdorie. Kijk eens eventjes wie er is. Oh, die wil ik ook wel. Is deze? Of is er nog één? Nee. Oh, mag ik wel een colaatje? Nou jongens, Wim is ook weer gezellig. Wim, hoe was je dag? Heb je lekker gewerkt, jongen? Heerlijk gewerkt. Oh, trouwens, nee, ik hoef trouwens niet. Nee. Huh? Oh, is geen cola. Nee, ik heb al een koffietje. Maar je hebt lekker gewerkt, jongen. Heerlijk. Mooi. Van 8 tot 6. Goed hoor.
Lekker saunaatje in, je kent het wel, hè? Een beetje spiertjes op pompen, saunaatje in. Lekker hoor. Kijk eens jongens. Gaan we vanavond uit? Gaan we vanavond uit? Wat? Huh? Oh, het is zaterdag inderdaad. Nee, ik ga sowieso niet uit, want ik ga waarschijnlijk naar Sahit. Ik weet het eigenlijk nog niet helemaal zeker, want ik moet eigenlijk nog best wel veel hiervoor doen. En morgen om 9 uur is Niek hier, want wij gaan richting Eindhoven. Voor iets heel grappigs. We gaan content opnemen voor een campagne, maar wel heel, heel erg leuk. En dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom ik deze lens heb gekocht. Puur ook voor die hele campagne, want ja, met deze kan je gewoon zoveel vettere shots maken. Hij staat hier ook de hele dag op het aanrecht en ik heb de hele tijd gewoon zin om hem erop te doen eigenlijk. Doe hem eens op dan. Vlog eens met die dan. Ja, we doen even. Hey! Zo, oh jongens, wat een beeld weer. Ja, ik blijf het echt nice vinden. Dit beeld is zo chill. In de vorige video heb ik aan jullie gevraagd wat jullie fijner vinden, de groothoeklens of deze. En jullie zeiden allemaal van, we vinden de groothoeklens chiller. Wat ik ook heel erg begrijp hoor. Deze kijkt toch even wat anders, maar deze is wat ik al zei. Gewoon voor als ik een keer een Q&A ga doen of een video maken op een statief of andere video's, dan ga ik gewoon deze gebruiken. Of als ik een video ga maken waarin iemand mij filmt, zeg maar. Maar ja. Hij is met scherpstellen al een beetje lastig. Hè? Oh ja. Nou, nu heeft hij hem, Wim. Het is serieus wel echt een grote lens. Ja, het is een... Ja, de oppervlakte is echt groot. Klopt. En hier is de normale lens weer. Ja, en opeens weer een heel ander beeld. Maar wel chill. Kiekeboe. Ja. Nou jongens, het is tijd om weer te gaan sporten. Eventjes lekker bewegen vandaag. Dit is een grapje, hè? Ben je dit serieus? Nee, heb je echt geen autosleutel? Maat, ik heb serieus echt geen sleutel bij me. Jij ook niet? Kijk, mijn telefoon ligt ook nog binnen. Nee, je hebt wel een sleutel, man. Ja, ik dacht al. Geprankt. Ik heb mijn telefoon vergeten, maar ik dacht even serieus wat... Kijk, de grap is... Kijk, de grap is dus altijd, elke keer als we met z'n drieën weggaan, dan ben ik altijd degene die gewoon nooit een sleutel bij zich geeft. Nooit. En altijd in de gang zegt, heeft u nog sleutel? Ja. Heeft u nog sleutel? Nou, gelukkig heeft Wim er wel een. Maar goed, we gaan er door. Nou jongens, we zijn er bijna. Het is vandaag een beetje gek weer. Bijvoorbeeld het zonnetje schijnt compleet daar en hier denk je van... Het gaat straks met bakken uit de hemel vallen. Uit de hemel? Uit de lucht. Uit de hemel. Ik dacht hemel is een mooier... Jij dacht, jij zag mij. Hey Wim. Ja? Voetbal is niet heel lastig, hè? Als je het... Als je het me kan. Snap je? Als je het me kan. Snap. Als je het me kan. Ja, ik zit de laatste tijd op heel erg mee dat ik gewoon niet grappig ben. En dan maar grappen gewoon niet helemaal overkomen. Dat is niet van de laatste tijd hoor. Dat kan je is altijd al geweest. Nee, ik kan grappen dus nooit overbrengen. Nooit. Nee, jij wilt te snel vertellen. Ja, dat is het. Ik wil gewoon altijd snel vertellen. Jongens, we gaan naar binnen. Nou, wat een verrassing. We gaan sporten en wat gaan we trainen. Willem gaat weer zijn rug doen. Nou, laat me jij hem even zien wat je kan. Kijk, dit is professioneel hè. Zit op standje 3. Jongens, kijk maar even goed. Standje 3 zit hier. Kan je het zelf ook nadoen? Kom op Wim. Niet normaal hé. Jongens, er staat vandaag een lekker muziekje op in de sportschool. Hey Wim, laat je horen. Hey. Jongens, ik sta net tegen Wim. Het lijkt me echt wel eens een keer leuk om gewoon eens een keer te kijken of ik echt, zeg maar, weer echt droog kan worden. Weet je, dat ik weer gewoon, dat ik mijn shirt uit doe en dat ik weer gewoon een beetje blij ben met mijn eigen lichaam. Want kijk nu, kijk, het is niet dat ik dik ben. Wacht, kijk, het is niet dat ik dik ben. Er zit gewoon een beetje een vette randje op. En dat moet eraf. Dat is vet, man. Dat is wel heel vet, ja. Maar Wim, jij zegt, binnen hoeveel weken zou ik weer, zeg maar, op dit niveau kunnen zijn? Het ligt een beetje aan hoe streng je het gaat doen. Vooral eten. Ik denk vooral bij mij eten en drinken. Nee, eten is het sowieso. Als jij gewoon de dingen moet eten, of de dingen gaat eten die je moet eten. Het is lastig. En de dingen niet gaat eten die je niet moet eten. Daar gaat het wel. Nee, kijk, het zit er wel. Alleen, het moet er even... Dit moet eraf. Dit laagje. Je hebt wel een zwembandje. Oh, zo, dit is een lichaam heen niet normaal. Nee jongens, we gaan lekker de sauna aan. What the fuck? Wat is dit? Ik ga helemaal door het lint. Ja, Wim, ga jij eens even door het lint. Nee, niet kapot maken. Hé, maar wat zou hier de reden van zijn? Hé, maar daar zijn ook allemaal dingen afgesloten. Die kant ook. Moet je kijken trouwens hoeveel auto's ook nu staan daar. Nou, gek. Waarom hebben ze bij mij nou zo laag gedaan eigenlijk? Omdat je een kleine auto. Ik hoop niet dat ik het lint kapot maak. Gek. Heel gek. Maar goed. Is dit voor dommigheid? Welke nou, fucking... Karren. Ja, maar even serieus. Welke fucking idioot gaat hier die karren neerzetten? Zo zit er Lidl. Ja, het is ook Lidl. Een FOMO is een rode karretje. Stomme Lidl. Gekke Lidl. Maar goed, we zijn er wel langs. Hoi, wie was dat? Weet niet. Ja, ze zwaaiden, we moeten toch terugzwaaien? Ja, er reed een vrouw als die zwaaien. Ja, wacht, huh? Gaat ze nou ook naar het gebouw?
Nee. Maar goed, wij gaan nu richting New Venom, de Kickers. Want daar gaan we paddelen. Paddelen. We gaan naar paddelen. Mooie kano's hebben ze daar. Ja, leuk hè. Ik wil jou van top tot 1. Het liefst nummer 1. Jij speelt hard to get. Jij bent zo gemeen. Maar ik wil bij jou zijn. Nou jongens, kijk, daar zijn we weer. Maar we zijn nu in New Venom bij de Kickers aan het paddelen. Nou ja, dat gaan we nog doen. Alleen er is helemaal niemand. Er is niemand aan het tennissen. Echt gewoon, het is helemaal dood. Ik weet niet, misschien zaterdag altijd rustig of zo. Meestal zijn padelbanen gewoon altijd gewoon vol. Weet je, ook in het weekend helemaal. Maar het is lekker rustig. We zijn weer terug in Amstelveen en de padellen gingen prima. Alleen we hebben niet gewonnen van Ruben en Amber. Dus Wim? Verdorie, wat ging er nou mis? Wat ging er mis? We begonnen te laat goed te spelen. Ja, dat was het hè. Op zich waren we later wel oké. Okay. Ja, vond ik ook. Oh jongens. Ik ben eigenlijk blij dat ik niet meer naar Sheet ben gegaan, want ik ben echt kapot. Ik ben echt moe. Dus ik ga lekker mijn bedje in en dan is Nick hier morgen om 9 uur. Gaan we eerst sporten en dan gaan we naar richting Eindhoven. Gekster. Hey Google. Hey Google, doe alles in de woonkamer aan. Hey Google. Doe alles in de woonkamer aan. Oké. Jongens, er gebeurde net iets grappigs. Want er wonen zeg maar nu ook volgens mij 1 Oekraïens gezin of 2, ik weet het niet zeker. Maar we stonden in de lift en er stond een jongen. Ik denk, is het 30 of zo? Nee, joh. Jawel. Maar goed, hij stond in de lift en hij had dus 2 hondjes mee. En ik vond ze schattig. Dus hij zei, oh, hij is wel jong, hè? En hij zei, ja. Dus hij zei al ja. Dus nee. Hij zei zo, ja, dus ik dacht, oké, chill. Dus ik zo, ah, die hond. Op een gegeven moment zei hij zo, wat voor hond is dit? En hij zei zo, ja. En toen op een gegeven moment dacht ik van, oh ja, fuck, dat is natuurlijk een van de Oekraïners. En toen zei hij zo, what kind of dog do you have? En toen verstond hij het. Het blijft wel gek, dat is dus inderdaad gewoon die jongen die net in de lift stond, dat hij dus eigenlijk gewoon, weet je wat zo gek is? Je denkt, je hebt helemaal niet door dat het dan zeg maar oorlog is, want weet je ziet dan zo'n gast, een hele normale jongen. Ja, gewoon een hele normale jongen. Ja, maar gewoon een hele normale jongen die dan gewoon moet vluchten van zijn huis en zo. Dat is best wel, ja, en uit zijn land. Wel gek. Gek, jongens. Blijft een hele gekke situatie. Jongens, ik ga lekker slapen. Ik ga morgen met Niek samen naar Eindhoven voor een hele leuke campagne. Dus ik zie jullie morgen. Slaap lekker. Goeiemorgen! Oh! Nee! Ja, het wordt nou, zo'n dag. Wat, wat leuk dat je er weer bent, zeg. Het wordt zo'n dag. Ruben die gaat lekker naar, waar ga je heen? Vogelenzang, want je gaat draaien. Draaien. Vogelenzang, daar ben ik al gegroeid na de scheiding van mijn ouders. Dat gaat goed. Al moet ik hier om lachen, man. Maar goed, ja. Wij gaan hier. Niek en ik gaan eerst even sporten en daarna gaan we richting Eindhoven, zoals ik gisteren ook al zei. Omdat we hier een campagne opnemen, gezellig in Eindhoven. Gezellig. Zo, het is 11 uur, we zijn onderweg. Is het 11 uur nu? 39. Oh. Oké, als we zorgen dat we gewoon om 11 uur in de sauna zitten. Nee. 12 uur. Nee. Half 12 in de sauna, 12 uur eruit. Dat is goed. Dan zijn we op tijd, want ik heb gezegd dat we om 1:30 in Eindhoven zijn. Dat redden we dan makkelijk. Even langs het tankstation, even een broodje halen. Maar hoezo moet 1:30 daar zijn? Ja, dat weet ik niet. Ze wilden weten hoe laat we daar waren. Ik vind 1:30 een best prima indicatie van jou. Ja, mooi hè? Heb jij jezelf even goed ingeschat? Ja, dat is mooi toch? Ja, je dacht, nou, laat ik even 1.5 uur erbij rekenen voor het geval... Het is een uur en 20 minuten rijden, hè, vanaf hier. Dus ik heb gezegd, gewoon als we rond een uurtje of 12 wegrijden, zijn we ongeveer om 1:30 daar. Nou, ik denk dat we dat makkelijk halen. Dus het komt helemaal goed. 1:20. Maar ik vind het ook wel lekker even relaxed. Dan zijn we al 2 uur daar, vind ik ook. Ja, dat maakt ook niet uit. Nee. We hoeven letterlijk 1 campagnefilmpje op te nemen. Ja! Voor 100.000 euro dat we hiervoor krijgen! Dat is echt niet waar! Anders had ik al wel een hele mooie auto gekocht. Ja, nu rij je nog steeds in dat ding van 2013. Jezus, doe eens normaal, man. Ik ben 2 minuten in de sportschool en ben nu al moe. Kom op. Vastpakken. Vastpakken. Wat jij maar eens even zien hoe snel je bent. Wat een showmannetje is het ook, hè? 105 kilo vind ik. Dat is je record, hè? Dat wordt mijn record als het lukt. Dit wordt je record. Ga je dat gaat het lukken? Je hebt net 3 keer 100 gedaan, dus 1 keer 105 moet lukken. Ik weet het niet. Zet anders maar even daar neer, dan kun jij erachter staan. Oh, dat ging best makkelijk. Holy shit. Ik vind het ook moeilijk om mijn camera nu vast te houden. Maar Jopie, goed gedaan. 10 rondes geboxt, van een minuut lang.
Hoe ging het? Goed, kan nog wel een keer. Nou zeg. Oh jongens, ik ben altijd zo lekker kapot van boksen. Heerlijk. Maar goed, wij gaan even lekker de sauna in. En dan gaan we daarna richting Eindhoven de gekste. Weg naar Eindhoven. Eindhoven. En wat gaan we daar doen? Campagne opnemen. Voor wat? Voor Coca-Cola en Fanta. Precies. Want wij zijn ambassadeurs. Wij zijn ambassadeur. Dus drink en geniet. Jongens, ik heb nu eventjes sowieso de andere lens opgezet. Want ik ben nu ook al bezig met de campagne. Dan hoef ik niet even te wisselen. Maar we gaan eventjes lekker wat eten halen. Loop eens door, man. Lul. Ja, die zat er een dikke man in die door, man. Is die lekker, jongen? Ja, het broodje die erin. Het spuit er ook allemaal uit als je erop koudt. Dus... Maar... dus de ervaring is wat gorder, maar hij is wel lekker. Wij zijn aangekomen in Eindhoven. En ik heb nog steeds deze lens erop, omdat daarmee moet ik straks foto's gaan maken. Maar als het goed is, ergens daar in de verte, kun je het als je staan, een vraagteken met een klein roze bordje. Daar moeten wij heen. Dus ja, we zijn in Eindhoven. Hey. Ja. Niek, je moet mensen helpen. Hallo. Nou, dit is een nieuwe fantasmaak, maar niemand weet... waar die naar smaakt. Dus ik wil jou uitdagen om de smaak eens te proberen en mij te vertellen waar die naar smaakt. Ja. Nee, ik weet het niet, maar scan deze eventjes, want dan maak je kans op Bali-tickets. Jij krijgt er ook eentje. Alsjeblieft. Het zijn drie smaken, dus het kan zijn dat jullie andere smaken hebben, maar niemand weet wat de smaak is. Ja. Hoeveel mag je weg eigenlijk? Oneindig. Oneindig! Hij kan voor jullie gaan werken. Nieuwe drinken. Nieuwe drinken, ja zeker. Alleen we weten niet wat erin zit. Dus je moet de smaak raden. Wilt u hem nu even openmaken voor mij en proeven? We kunnen ze zelf niet openmaken. Ja. Jongens, waarom zitten er handboeien hier? Wat zijn jullie naar jullie werk aan het doen? Secret. Top secret. Top secret. Hallo. Jij mag de hele koekels meenemen, niet? Oké, even een kleine challenge. Wil je hem nu even proeven voor mij? Moet jij raden wat de smaak is? Als je het goed raadt, dan wil je 2 tickets naar Dubai. Ja, wat wil jij nou, maat? Nee, dat is echt waar. Oh, sus. Bosbessen, we gaan het even checken. Fout, helaas. Ik heb het over overleg aan de jury. Het is niet goed. Nou, dat was hem alweer gewoon. Niet normaal. Moet je nagaan, helemaal naar Eindhoven gereden en zijn we uiteindelijk echt maar, wat is het? Kwartiertje bezig. Kwartiertje dat bezig? Is werk. Influencen. Nou goed jongens, gaan we lekker naar huis. We zijn weer terug in Amstelveen, maar jongens, er staat zo'n dikke auto hier. Niet normaal, hé. V8. Ik weet of je vindt dat je bent. Ja. Maar toen werkte die nog niet. Je lult. Nee, kijk hier. Jezus. Maar wie doet er ook zo'n vocht in de vuilniszak? Ja, nee. Ah. Ik kan niet meer nadenken. Nee, ik heb ook geen zin meer in. Ja, ik weet ook niet wat je moet doen. We zijn eventjes naar het bosje gelopen achter ons huis om nog een paar vette shotjes te maken. Maar jongens, het licht zat heel erg mooi mee, want het is een het is golden hour. Je poffert was mooi op beeld. Ja, dat is jouw nieuwe woordje, hè? Ja, poffert. Ik heb het van jou. Ja, mijn vader die zegt zeg maar in plaats van gezicht, zei hij soms poffert. Hij zei bijvoorbeeld, heb je je poffert wel ingesmeerd? Ik ben benieuwd of jullie ooit eerder dat woord hebben gehoord. Ik denk het niet, maar goed. Dikke poffert. Dikke poffert. Zo. En nu zijn we van het bosje naar de auto gegaan en we gaan naar Poppies Amsterdam. En Poppies Amsterdam is een cocktailbar van Britt, Carola en Moïse. Niek en ik zijn er nog nooit geweest. Dus wat gaan Niek en ik doen? Wij gaan daar een cocktail drinken. Maar het is ook pas net open, hè? 2 weken. Dus ja, ik daarom. Ben ook echt benieuwd hoe het gewoon is benieuwd. Ik ben ook benieuwd hoe het eruit ziet. En mijn zus heeft daar alle lampen opgehangen, dus dat wil ik ook graag zien. Ja, dat snap ik. Ik vond het trouwens wel naar klinken dat ik zei, en we gaan van het bosje naar de auto. Ja. Of we net allemaal vieze dingen hebben gedaan daar. Dat is toch ook zo? Nou. Bobby. Poffert. Poffertje. Poffert. We gaan naar Pofferts. We gaan naar Pofferts. Zullen wij een poffertjeswinkel openen? En dan noemen we het Poffert. Poffert. Zo, wat ben jij donker nu zo. Echt zo'n silhouet van jouw gezicht. Wat leuk! Wat leuk joh! Ziet er echt mooi uit. Ja, kijk, en hier zit dus een speeltuin. Dat zag ik dus al. Lachen. Wat grappig. Nee, ik mag er niet in. Oh, ik zet hem daar wel neer. Oh, moet je eens eventjes kijken.
Proost. Rit. Lekker hoor, jongen. Dit is, jij zegt dit is echt. Ja, dit is de Blue Mule. Die moet je niet proeven. Oké, een soort van Moscow Mule. Maar dan met Blue Curaçao erbij. Dus lekkerder. Ik vind het lekkerder. En die is bij Poppy verkrijgbaar. Is die lekker? Live tasting, op beeld. Ja, dat is goed. Hij is goed. Ja, het is goed. Het is bijna hetzelfde. Het is inmiddels 1:50 en we zijn klaar. Ja, ik ga met de trap vandaag. Tot ziens. Later man, ik zie je morgen. Zit daar helemaal in de trap. Zo, hier, deze deur. Ga jij, ja. Waar lijkt het op? Nee. Mag je niet zeggen, trappen, ja. Nee, Jopie, ga lekker naar huis. Ik ga ook lekker mijn bedje in. En morgen 10 uur sporten. Nee. Nee, stop. Oké, laten we de Wereld Natuurfonds erbij halen. Stop. Ranger niet hier. Google, stop. Ik ben vandaag mee op expeditie. Google, stop. Google, ik haal je stekker eruit. Google. Waarom stopt dit niet? Wereld Natuurfonds. Wat is een mooie stop! Vanaf nu kan je de walvis tegenkomen. Goed zo. Hey Google, zet de hele teringzooi in de woonkamer uit. Sorry, ik begrijp het niet. Hey Google, zet alle teringzooi in de woonkamer uit. Goed, vier dingen uitdoen. Ik zie niet meer. Hebben jullie alle teringzooi genoemd? Nee, dat doet hij zelf. Goedemorgen. Oh jongens. Ik ben net mijn bed uit, want Niek die staat buiten voor de deur, want we gaan weer sporten. Maar ik ben echt nog maar net wakker, dus ik moet echt nog even opstarten. Ik ben alweer terug van sporten. Ik heb deze keer eventjes niet jullie meegenomen, want ik heb deze vlog al heel veel sportcontent, hè, laten we het zo maar noemen. Maar goed, ik ga eventjes weer een lekker ontbijtje voor mezelf maken. Avocado, kipfilet, ei en een lekker broodje. Zoals altijd. Maar jongens, ik lag net lekker weer... boven op het terras bij Health City. Ik was lekker de sauna in geweest, lekker gesport met Niek, maar Niek die moest vroeg weg. Dus toen ben ik nog eventjes boven op het terras gaan liggen, maar het is echt zo lekker jongens. Heerlijk. Heerlijk. Maar goed, zoals jullie zien, het is vandaag fantastisch weer. En ik kreeg net een appje van Joris en die vroeg, hey, kom je vanavond barbecue bij mij boven op het dakterras? En het is echt een fantastisch idee. Dus dat gaan we vanavond doen of straks, eind van de middag. Maar eerst nog eventjes ontbijt. Het is tijd om richting Haarlem te gaan. Want Ruben en ik die gaan richting Floris. Want Floris woont in de buurt van Haarlem. En we hebben weer een afspraakje, een meeting. Dus we gaan er gezellig heen. Kijk eens of hier zo mooi uit het licht komt lopen. Rufus. It's me, Mario. Ik heb twee wielen liggen, voor mij liggen er nog een Haarlem. Dus die kunnen we gaan ophalen. Dat is heel goed, ik ga er ook langs. Let's go. Kom aan. Voordat we de afspraak hebben met Floris gaan we even richting een muziekwinkel om daar akoestische panelen te halen voor in het andere appartement van in die studio. Want het geluid is heel slecht nu, het galmt nog heel erg en zo kan ik eigenlijk zeg maar niet opnemen en ook geen muziek luisteren. Dus dat gaan we doen, maar ik ben er dus achter gekomen, ik heb nog nooit zeg maar akoestische spullen gekocht. Dat is duur jongen, dat is niet normaal. Ruud, dat is duur. Hoeveel denk jij dat, laten we zeggen, gewoon... voor die kamer waar mijn studie staat, om daar een beetje het mooie akoestisch te maken, hoe duur denk je dat het dan is? €200. €370. Echt? Voor letterlijk stof. De stof. Maar het is wel mooie stof toch, blijkbaar? Ja, dat wel. Nou, het is kashmir, hè? Als het werkt, kashmir. Ja, als het werkt is het top. Maar goed, dat gaan we eerst even ophalen. En dan ben ik heel erg benieuwd straks als ik het ga ophangen hoe het klinkt. Wat is het toch een prettig weertje hè, vandaag, Rupé. Is niet normaal. Lekker zonnetje, hè. Wat lacht hij in ons gezicht, hè. Heerlijk. Godzijdorie. Nou jongens, we zijn aangekomen in Haarlem. En kijken of die mensen hier binnen mij kunnen helpen met mijn akoestische probleem. Nou, lekker is dat jongens. We komen bij die winkel aan, is het gewoon niet op voorraad. Half juli, hè. Half juli pas de eerste levertijd. Nou, daar ga ik niet op wachten. Nee. Dit is illegaal. Dit is illegaal. Ja, Ruben, je bent een lul. Nee, je moest gewoon even door. Dit is bij Haarlem station. Dan kan je daar aan de andere kant erin. Dan moet je helemaal omlopen, anders kan je er doorheen. Wel een leuk jongetje is het ook, hè? Oh, hij is een feest daar. Dat gebeurt achter, ja. Dus hij was met iemand aan het feest zijn en die zei van, joh, er gebeurt wat achter je. En hij zo... Ja. Jongens, ik heb een probleem. Ik heb volgens mij mijn autosleutels in mijn auto laten. Ja, is zo dom. Wat een townie, wat een townie. Jezus,
Hoe kan je nou je autosleutels in je auto laten? Dat weet ik niet. Het enige wat we moeten doen is een verloren parkeerkaart betalen. Want die heeft hij niet als het goed is. Oh ja, oh ja. Je kan er dus. Ja, ja, gelukkig staat wel een garage. Maar ik hoop echt niet dat. Nee. Ik denk het. Dat je hem hier zo lang ziet scheuren. Oh, dan word ik gek, hè. Dan word ik echt gek. Hij staat. Nou, hij staat er nog wel. Met ook mijn dak open. Jezus. Kijk Jan, oh jongens. En mijn sleutel, ja, dat is echt. Holy dit is echt shit, jij hebt echt mazzel ook gewoon. Dit was echt. Hij had echt gestolen moeten worden. Hoezo nou? Ook gewoon. Dat was echt een verdiende loon. Wat chill, je was niet meer open te maken, dat is al relaxed. Ja, ik had spullen, man. Ik heb het expres gedaan. Het scheelt wel. Oh, jongens. Oh man. Ik ben echt, af en toe ben ik echt een loser. Taxietje geboekt naar Joris, maar we gaan natuurlijk barbecue en het is lekker weer. Dus we gaan een heerlijke fles rosé meenemen. En ja, het is wel maandag, maar bij een barbecue mag het. Maar jongens, dit is wel echt dit is wel een beukertje hoor. Hey. We zijn aangekomen in Amsterdam. Mannen, godzidorie. Kijk eens naar eens even lekker bij zitten. Hey. Heerlijk man. Hi. Pieter Jan. Vincent. Hey, Ruurt. Oh jongens, lekker zeg. En kijk, hierboven heb je natuurlijk ook mooi uitzicht van Amsterdam. Ik vergeet dat we nog shit hadden. Oh, dus je hebt genoeg. Ja. Oh. Ja. Wat is dit voor mooie staaf? Sperrips. Sperrips. Zo, worstjes, hamburgers, kip. Lekker hoor. Regelt die even. Dat is niet verkeerd. Dat is niet verkeerd, nee. Lekker bezig. Jongens, daar gaat hij. Oh, indrukwekkend zeg, Ruben. Je was zelfs een slag echt geschoten. Ja. Echt, heb je hem zelf afgeschoten, joh? Dat is gaaf. In de winkel. Ja, dik. Wat is dat een medewerker van Appie dan? Alexander. Ja? We geven je één taak dat je de hamburgers mag doen. Houd je muil. Dit gaat niet helemaal volgens plan. Wat gaat er niet goed dan? Nou, dat ding staat half in de fik. Wat staat er in de fik dan? Waar zie jij een vlam? Het hoort toch niet zo te roken? Als het in de fik staat, zie je toch vlammen? Ik zie nul vlammen. Ik zie, dit is de smoky style, ja? De smoky hamburger style. Lekker bezig. Alexander, ik heb de brandweer gebeld. En de buren ook. Dan gaan we op de zijkjes. Zijn klaar, de kaas ook klaar, zijn allemaal klaar. Kijk, nu staat hij wel echt in de fik. Nu zit hij goed. Nou. Hij is wel lekker, het ziet er goed uit. Nou. Nee, maar het zijn complimenten. Godverdomme, hopen dat complimenten zijn. Ik ben weer lekker thuis en we hebben net heerlijk gebarbecued bij Alexander en bij Joris. En het was hartstikke gezellig. Maar goed, vond je deze video leuk? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.